zomer. Het is echt heerlijk weer. Even in het zonnetje staan. Maar goed, ik ga op pad. Ik heb al ineens, dacht ik, ik ga iets eerder weg. Zaatje, lekker hè? Jij. Oh, je bent lekker warm. Van de zon. Wil je naar binnen? Wil je lekker buiten beleven in de zon? Hé? Is wel lekker, anders ga je voor het raam liggen. Nee, ik ga eerder, toch iets eerder weg, want er zijn wat adresjes in Enschede. Ja, dat is, die adresjes zijn natuurlijk kringloopwinkels. Die in de buurt zijn, dacht ik, ja, kan ik daar ook wel even langs gaan. Zo vaak kom ik daar niet meer. Dus ik heb ineens zo'n gevoel, ik heb al vroeg gegeten. Ik denk, hoef ik tussen de middag niet echt te eten. Hetzelfde als gisteren, broodje ei. Heerlijk, met ham. En dan ga ik nou even lekker op pad. Outfit of the day. Makkelijk tasje, licht, makkelijk tasje. Er zitten telefoon en de portemonnee en een banaantje in. Maar goed, een tasje voor alle leuke dingen. Mijn zwarte jasje weer. En heel simpel. Spijkerbroek en mijn zwarte blouse zit eronder. En mijn scrappy socks. En mijn witte gimpen. God, wat leuk. Er is helemaal nothing fancy about it. Maar ja. Nou, tot later. Ja, dus ik zit in de auto. En het is nu rond een uur of 11. Dus ik dacht, als ik nou even ruim een uurtje eerder ga, kan ik even rustig in die kringloopwinkel kijken. Mijn jasje zit een beetje vreemd. En dan ga ik daarna, heb ik Liane gewoon van bij jou thuis. Dan kom ik gewoon iets eerder. Volgens mij hadden we om 1:30 afgesprongen. Dus ja, dan ben ik wel aan de vroege kant. Maar goed, dan heb ik ook ruim de tijd. Dus dat ga ik even doen voor vrijdagmiddag. Ik kreeg ineens de kriebels. Ik dacht, ik ga weer weg. Kijk, deze is het. Gaan we even lekker snuffelen hier. Kopjes genoeg. Ja, we zijn op zoek. We zijn verdwaald. Liane die weet een heel leuk adresje. Tenminste, dat is de bedoeling. De theetuin. In Enschede. En ze zei tegen mij, het is een heel klein stukje lopen. Nou, het is van me. Zijn we al 20 minuten aan het lopen. Ja, ik ga zo kijken op de klok. Ik ben heel erg van de tijd. Nee, grapje. Maar in ieder geval, we zijn op zoek naar een leuke locatie. Want we hebben een verrassing. In petto. Nou, we zijn er ineens al. Weet je, als je niet weet waar je eindigt, dan lijkt het heel lang. En nu zijn we er ineens. Ja, volgens mij is dit het. Hier, leuke katten. Kan binnen zitten of buiten? Ja, zullen we eerst even binnen kijken. Het is wel lekker weer, maar het is nog wel fris. Oh jongens, kijk, we zijn in de theetuin beland. Mag je hier koffie drinken in de theetuin? Ja, leuk. Ja. Maar deze ruimte wel, had ik dus. Ziet helemaal leuk uit. Mooi weer is komt. We zijn hier wel ook leuke kipjes. Ja, als het in september of zo mooi weer is. Vinden weet ik veel wanneer. Even aan het test eten en drinken. En Liane is aan het test breien. Kijk eens wat voor lekkers ik heb. Breiwerkje erbij. Helemaal gezellig. De theetuin in Enschede. Kijk eens, ik word bediend door... Tadaa! De limonaaien. Het is helemaal warm. Wij zijn heel wat leuks aan het voorbereiden. Denken we. Oh ja, inderdaad. De ingang van het park. Waar onze spannende... Hoe noemen we dat nou? Ja, ik ben nu helemaal aan het filmen. Waar onze breibijeenkomst misschien gaat komen. Kijk, zo'n prachtig weertje is toch vandaag. Heerlijk. Nou, eindelijk weer thuis. Nee. Nou, dat klinkt een beetje negatief, zo. Dat is niet bedoeld. Lekker weer thuis, maar ik had zo'n honger dat ik gelijk heb gekookt. En het is vandaag een taco-pannetje. Het is vrijdag, dus ik eet lekker even wat meer calories. Er zit gehakt in.
ui en tomatensaus en geraspte kaas, crème fraîche en tortilla chippers. Ook heel lekker en makkelijk en snel klaar. Wel wat meer calorieën. Zo, het eten is op. Het smaakte heerlijk. Ik had echt honger. Ik was vanmiddag een heel gezellig middag gehad met Liane. Wij gaan, hebben ook een helemaal een geweldig leuk idee, vinden we zelf. Wij gaan ook een breibijeenkomst houden in, hier in Twente natuurlijk. Het gaat in Enschede worden. Daar gingen we vanmiddag even een soort van proef draaien. Maar goed, misschien later meer daarover. Want Liane die gaat het een beetje uitwerken en even e-mailen. Of die datum die wij in ons hoofd hebben, of die ook kan. En dan hopen we dat een aantal mensen het zich daarvoor gaan opgeven. En ik begrijp, als je helemaal in het westen van het land woont, dat je denkt, daar heb ik geen zin in. Maar goed, misschien mensen die dichter in de buurt wonen. Gingen even kijken of het ook genoeg parkeerruimte was. Dat was er allemaal wel. Ja, het is een hele leuke vreubelachtige theetuin. Het heet ook de theetuin. Echt, ja, het past sowieso helemaal bij mij. Overal potjes en kleine mini dingetjes en... Ja, dat is helemaal gezellig. Dus dat zijn we aan het doen. Dat zijn we aan het voorbereiden. En wij hopen natuurlijk dat er een aantal mensen zijn die dat ook leuk lijkt. En dat die daar zich voor gaan opgeven. Maar goed, de nadere informatie volgt later. Als we echt de datum zeker weten. Dus dat heb ik vanmiddag gedaan. Ik ben blij dat ik nu wel op de bank zit. Want bij de theetuin gingen we wel breien. Dat was wel leuk. En ik had heel lief van Liane 2 bollen sokkenwol gekregen. Uit haar wolhalla mocht ik de 2 uitzoeken. En want ik had geen breiwerkje meer. Dus gingen we daar gelijk. Ik heb een breipennetje van haar geleend. En gingen we daar gezellig breien en thee drinken en kletsen. Dus dat was echt helemaal leuk. Maar nu ben ik ook wel blij dat ik dan weer op mijn bankje zit. Want ik was daarvoor. Ik was al vroeg weggegaan rond 11 uur. Even naar die kringloopwinkel geweest, EHB in Enschede, daar kom ik ook niet zo heel vaak. Wel weer, een paar leuke dingen gescoord. Voor weinig. Deze vond ik wel zo gaaf. Breileerboek. Ik zet me even iets verder af. Met allemaal cursussen en 200 breipatronen. Ja, hier stond wat in. Oh ja, dat gaf mij de doorslag. Dit boek kostte inderdaad 2,50. Ik was toch een tijdje geleden die Izzy dolls aan het breien. Nou, die staan dus hierin. Van vroeger dan, hè, uit die tijd dat wij dat... Hier, tadaa. Poppenpremière. Vrije toegang. Dus hier staan de patronen in hoe je dan die popjes moet breien. Nou weet ik dat ook wel weer via de Ravelry. Maar ik vond het zo leuk. Ik dacht, ja, zo gingen wij dat ook doen vroeger. Dus dat was de doorslag dat ik dacht, ja, ik koop het boek. Heel dik. Wat was nou, een Burda? Burda, ja. Ja, allemaal patroontjes. Kijk, daar van truitjes voor popjes. En helemaal leuk. Dus die heb ik meegenomen. Deze heb ik nog meegenomen. Er stond ook iets in. Oh ja, die kopjes. Zie je dat? Die vintage kopjes. Deze is uit november 1978 zelfs. Wauw. Dat deed ik ook echt wel voor dit kopje, voor die plaatjes. Ik denk, daar kun je nog wel weer wat van leren voor de vintage mokken. Nieuwe verslaving. En deze boeken, ja, die waren 1 euro en dan kreeg je de 1 gratis. Ik heb er ook 1 aan Liane gegeven. Plezier met lapjes. Ja, dat vind ik helemaal grappig. Borduur met plezier. Ik dacht, ja, voor in de toekomst als ik een keer wil gaan borduren. En nog een nieuwe borduurideeën. En Liane had ook in 1 variant. Dus dat was helemaal leuk. Kijk, en deze leuke gebaksbordjes is hetzelfde als waar ik de cakeback van had gemaakt. 2 groene en een roze en een blauwe. Ja, want ik had 3 hele leuke van die soort van gebaksbordjes, maar ik heb er maar 3 van. Dus deze heb ik er bij gekocht. Heb ik er dan 7 in totaal. Dat is altijd beter dan maar 3. En deze leuke vintage mok. Die vond ik ook helemaal fantastisch. En deze. Deze was 50 cent. Deze was iets duurder, 1,50. En een badje van 1 euro per stuk. Dus weer geslaagd in de kringloopwinkels. Nou ja, dus helemaal gezellig vanmiddag. Nu ben ik ook wel moe. Lekker zitten. Ik hoef niet te koken voor de kinderen, want die gaan regelen vrijdags meestal zelf. Dat doen ze vandaag dus ook. En ik ga lekker breien. Breien, want ik heb nog niet zoveel gedaan. Ja, ik heb het vakje gebreid. En een stukje in een sok. Oh ja, ik moet de hak erin breien.
Nou, daar wacht ik nog even mee. Ik ga eerst even lekker gewoon mindless knitten. Oh ja, ik ga even verder met de sok. De wolletjes die ik van Liana had gekregen. Oh ja, die laat ik ook even zien. Kijk, dit is een leuke groene bol. Ja, dit is heel lekker zacht. Ik kende dat merk niet. Online heet dat. Online of Onlife. En die breidt zo op. Ongeveer, ik kan het niet zo heel goed zien, maar helemaal leuk. Het is heel fijn, heel zacht. Er zit, even kijken, er zit wel minder wol doorheen. Oh ja, 35% wol, 30% viscose. Oh, dat maakt het zo zacht. 25% polyamide. Dus ik vind hem helemaal leuk. Daar ben ik dus nu al mee begonnen. En ik ga die volgende week ook meenemen naar de Breimibo. Want daar gaan wij ook naartoe. Volgende week vrijdag ga ik alweer met Liana op pad. En dan is dit mijn onderwegbreidje. En deze leuke bol kreeg ik. Lief, hè? Nou, helemaal super. Nogmaals, bedankt Liana. Ik wou er wel voor betalen, maar dat wou ze niet. Dus ik heb de thee en wat erbij betaald. Happy Sheep, had ik ook nog nooit van gehoord. Dus zo doen we dat dan. Leuk, hè? 420 meter. Ja, lekkere dikke ballen. Dus ja, ik hou ervan. Ik ga er lekker mee. Daar ga ik even lekker mee breien nu. En ik spreek jullie later. Inmiddels heb ik mijn naaldjes omgewisseld. Omdat ik die andere aan Liana teruggegeven. En deze had ik gekocht op de handwerkbeurs. En die wilde ik toen in 20 centimeter. Maar die hadden ze niet meer. Dus toen heb ik maar 15 genomen. Maar ik moet tot mijn verrassing zeggen dat ze heel fijn zijn. Met die 20 centimeter zit ik heel vaak in mijn mouw te steken. En dat heb ik met deze niet. En deze zijn ook niet zo puntig dat ze zeer doen in mijn handen. Dus inmiddels ben ik een stukje verder met de sok. Dat leuke wolletje wat ik van Liana had gekregen. En ja, ga ik er gewoon lekker mee door vanavond. Ik ben wederom heel moe. Dus ik denk dat ik weer, het is bijna 8 uur, dat ik weer lekker op bed ga liggen breien. Zon schijnt nog wel heerlijk, maar goed, morgen zal het denk ik ook nog wel mooi weer zijn. Ondertussen kijk ik naar Andrea Mowry, die is bijna afgelopen. En deze Poekie, die wil denk ik even, wat wil je? Aandacht? Knapperd. Inmiddels lig ik onderuit gezakt op bed te breien. En denk ik ineens, hoe kan dat nou? Heb ik nou met een achterdraadje gebreid? Heb ik gewoon één hele toer overgeslaan, zie dan. Dom, en dan ben ik daar en daar gaan verder breien. En nu kom ik daar dus achter. Oh nee. Dus ik moet 2 pennen terugbreien. Lekker dan. Poekie en ik zijn allebei maximaal het relaxen. Hé, Poekie? Ik lig hier heerlijk te breien op bed. Oh, heerlijk. Helemaal genieten. Nou, goedenavond. Ja, het is al een stukje later. De ergste moeheid ben ik doorheen. En ik ben zover gekomen met de sok. Ik heb heel veel vlogjes gekeken. Zo apart. Dit is, ik brei gewoon weer op 2,5, 64 steken. En dit lijkt veel fijner te breien dan bijvoorbeeld die Crazy Sauber Bowl die ik had. Toen ik precies hetzelfde doe. En die andere, dit leek veel breder, dit is veel fijner gebreid. Erg mooi. Dus het is een heel leuk wolletje. En toen had ik ineens, oh ja, ik heb mijn leuke, wacht even. Project bag die ik in Londen had gekocht, die heb ik maar even in gebruik genomen. Ik dacht, ja, dan kan ik mooi deze sok in doen. Want ik moest even een tasje zoeken die ik nog niet in gebruik had. En toen had ik ineens, gisteravond dacht ik ineens, ik had daar in de hoek altijd een nachtkastje staan. En toen dacht ik, waarom heb ik die nou eigenlijk niet naast mijn bed staan? Dus toen had ik gisteravond al bedacht dat ik dat anders ging doen. En toen had ik daar en nu ineens zin in, ja hoe dan? Het is 11:30 s'avonds of zo, oh nee, het is 10:45. Toen dacht ik van, ja waarom had ik dat ook eigenlijk daar staan? Maar ik had dat dus daar staan, omdat ik hier eerst een ander kastje had staan. Die was heel breed. En nu ben ik helemaal weer blij. Dit is mijn malmkastje van de IKEA. En die is wat dieper. Dus als ik nu lig, kan ik dan ook makkelijker het kapje neerzetten. En hoger. Dus ineens ben ik helemaal weer blij. Heb ik even wat veranderd. God, zo midden, bijna midden in de nacht. Maar nu gaan we slapen. Hier komt
Komt mijn vriendinnetje aan, Poekie. Kijk eens, mooi, kun je ook mooi op liggen, Poekie. Mooi kastje. Dat is grappig. Wil je lekker bij me zitten? We gaan zo slapen. Wie heeft dat licht nog weer aangedaan? Of Jort weer het licht aangedaan? Nee, is het licht weer in de kamer aan? Kan ik weer niet slapen? Poekie. Wat mooi, hè? Dat kastje. Nou, ik sluit af voor vanavond. Morgen vroeg gaan we de pakjes, of het pakje weer openmaken. Helemaal zin in. En nou ga ik gauw slapen. Wel trusten. Ik wil alleen nog even zeggen dat die naaltjes, die waren dus best wel pittig geprijsd. Lieken. Maar ze zijn heel fijn, want het zijn houten naaltjes. Het is wel glad, maar ze zijn niet zo glad dat, omdat ze vrij kort zijn, dat er steken van een naald vliegen. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik had ze al heel lang geleden gekocht en nu pas gebruik ik ze. Dat ze echt fijn zijn. Dus het is het wel waard, die PN's dan, hè? Dus dat wil ik nog even zeggen, vlak voor het slapen gaan. Goedemorgen. Dag 7 van de paaswolswap gaan we zo openmaken. Ik zit nog even koffie te drinken natuurlijk. Eerste kopje. Net wakker, het is rond 7:45. Ik was al wel vroeg wakker weer om 7:30, maar dat was me weer te vroeg. Ik heb lekker doorgedommeld. Samen met Poekie, want die lag heel lekker bij mij. En nu gaan we een soort pakketje openmaken. Nou, we zijn weer benieuwd natuurlijk. Even de strikles maken. Hebben jullie alle dagen al opengemaakt? Of doe je ook echt elke dag netjes een pakje? Net zoals ik. Oeh, er zit wat bij in. Oh, wat leuk. Het is een cadeautje vandaag. Oh, hier zit ook een balletje bij in. Och, kijk dan wat leuk. Even kijken, maar ik zal eerst een balletje in de hand halen. Oeh, mooi groen. Prachtig. Ja. Kijk eens. Hangetje voor in de paasboom lijkt het. Als ik het zo het eerste oog beoordeel. Wat schattig. Ja, kijk eens. En een groen bolletje. Nou, helemaal leuk. In een heel leuk cadeauzakje. Dankjewel weer. Erg leuk. Nou, die groene gaan we erin breien vandaag. En ik denk dat ik het vanmiddag pas doe. Ik ga nu van meteen eerst weg. Even rustig wakker worden en dan ga ik naar mijn vriend. Maar kijk eens wat een leuke combinatie. Tot later. Kijk, hier is. Is het toch nog gelukt om het groene vakje al te breien. Het is maar goed dat hij niet morgen kwam, want dan zijn ze naast elkaar. Nu zit ze mooi zo. Dat is helemaal leuk. Ja, eentje klaar. Goedemorgen, ondertussen ben ik op de fiets. Onderweg. Het is echt weer, heel koud. Kijk dan hoe het waait. Ik heb wel handschoenen aan. Ik dacht dat het lekker weer zou worden. Ik heb wel een blouseje onder. Gelukkig wel een sjaal om gedaan. Maar ja, waar blijft dat lekkere warme weer? Iets lekkerder, ook s'nachts. Nou ja, dat is er dus nog niet, helaas. Ik fiets zo verder. Dit is weer die trieste aanblik van die ontzettende lelijke bomen. En tot later. Goedemiddag, inmiddels weer thuis. Het is echt vreselijk koud buiten. Waarom? Gisteren was zo lekker, nu is het echt helemaal niet lekker. Ik ga even het laatste matse momentje met jullie doen, want dit waren de laatste twee matses. Volgens mij heeft iemand anders ook een matse gegeten. Of een paar matses uit het pakje. Dus ik dacht dat er nog meer in zat, maar dat geeft niet. Dus dat is het laatste matse momentje. Eindelijk was mijn pakketje uit Canada binnen. Ik ga het even aan de kant zetten. Dan ga ik het even met jullie delen. Ik had wat besteld bij Jojo Bags van de Cozy Up Girls. En dat duurde dus heel lang. Want daar bleek dus dat hij een tijdje bij de douane lag. Want ik moest er natuurlijk weer inklaringskosten voor betalen. Kijk daar. Oh, ik vind het zo gaaf. Dit is eigenlijk zo niet mij. Dit past eigenlijk helemaal niet bij mij. Ten eerste zo'n grote portemonnee, maar ik weet niet, ik zie dat dan elke keer in die filmpjes en dat vind ik zo gaaf. Hier kan je telefoon ook in. Dus dat was wel de doorslag. Ik dacht, daar kan mijn telefoon erin. En nou ja, hier kan je dan los geld in doen, hier alle pasjes en weet ik veel wat je nog meer in je portemonnee bewaart. En hij was toen in de opruiming, daar was ook wel de doorslag, want normaal zijn ze echt heel duur. En toen had ze zoveel procent korting met weet ik veel. 20% korting en toen was die wel betaalbaar. Maar ja, achteraf wist ik dus niet dat er nog 18 euro inklaringskosten bij kwamen.
En het duurde 4 weken voordat het binnen was. Maar ik vind het helemaal grappig. Juist ook omdat het eigenlijk helemaal niet mee... Ik had hem liefst gehad. Ze heeft hem ook wel eens met die poppetjes erop. Met die cozy up curls. Maar ja, die was er niet. En deze waren natuurlijk allemaal... Ik denk dat dit allemaal een beetje van leftovers waren. Daarom had ze die opruiming. Maar ik vind hem helemaal gaaf. Ik moet helemaal lachen. Eigenlijk is die hartstikke kitsch. Maar goed, ik heb een nieuwe portemonneetas. Die ga ik dan... hier doe ik dan alles in. Als ik dan op stap ga, dan gooi ik hem in mijn tas en dan zit hier alles in. Leuk, hè? Ja, ik vind het helemaal leuk. Maar goed, wel was achteraf al een beetje duur, maar ik kan er ook weer niks schelen. Dus daar zat ik op te wachten uit Canada. Kijk, leuk. For the Love of Music heet dit stofje. Zij maakte al die tassen zelf, hè? Project bags en ook echt van die hele grote en... Ja, soms ook wel een beetje kietscherige, maar ik vind het helemaal leuk. Dus omdat ik fan ben van die dames, heb ik dit besteld. Omdat Kerry had er ook in, dus ik wil dat er ook in. Ik ben fan van Kerry. Het is erg van ik. Nou ja, goed, dat dus. Ja, nu, het is hier heel koud in huis, want ik had de verwarming niet aan. Ik zit nog steeds naar Andrea Mowry te kijken, daar was ik gisteren al mee begonnen. Nu ga ik lekker een tijdje breien en... ja, ik ben een beetje veel weg geweest, dus nu heb ik ook wel even genoeg van. Even me-time noemen we dat dan. En dat heb ik nu, want de kinderen zijn aan het werk. En ik ben de hele middag verder alleen. Morgen is er nog een rommelmarkt hier in Hengelo. Daar gaan wij heen, samen met mijn vriendin. En maar dat zien jullie morgen weer. Ja, en ik heb de hak erin. Joehoe! Dus nu koffie zetten. Het is al bijna 4 uur. Ik zat naar een Nitty Stew te kijken. Zij is ook helemaal fantastisch. Canada, zij woont in Calgary. Daar woont mijn familie ook. En nou had ze een rondleiding door... liet ze haar favoriete plekjes zien in Calgary. Ja, dat was helemaal fantastisch. Want daar ben ik... bepaalde plekken ben ik ook geweest in 2005. Dus echt van helemaal leuk. En ja, zij neemt je ook altijd mee op reis. Omdat zij stewardess is. Dus zij zit heel vaak vanuit een hotel een podcast op te nemen. Maar goed, misschien weten jullie dat allemaal al lang. Zit ik allerlei dingen in een dubbel te vertellen. Poekie. Oh nee, we gaan koffie zetten, jongens. Koffie, even wachten. Nou, ik heb de koffie op inmiddels. Eerste kopje, straks nog eentje. Oeps, help. Ik ga nu de groene erin breien. Dat wou ik eigenlijk vanmorgen dus al direct doen. Maar toen dacht ik, oh nee, ik moet eerst de hak erin. Nou, die zit erin. En dan ga ik de vlog afsluiten voor deze zaterdag, want het is 4 uur geweest en dan heb ik nog de tijd om alles te editen. Dus ik wens jullie nog een fijn weekend en tot morgen. Bedankt voor het kijken weer en alle leuke reacties. Ik geniet ervan.